Dus u zet Nederland in groot gevaar met uw politiek correcte praatjes. Meneer Jetten. Dit zijn geen politiek correcte praatjes. Kijk, de heer Wilders doet al 15 jaar hetzelfde. Als er een probleem is ergens in Nederland, dan is het de schuld van de islam. En dan is de oplossing minder Marokkanen, een kopvolle tax, de moskeeën sluiten en de Koran verbieden. Maar meneer Wilders, als we even kijken naar verschrikkelijke geweldsincidenten van de afgelopen jaren. Ik denk aan Alfa aan de Rijn, waar een jonge man mensen doodschiet. Ik denk aan Apeldoorn, waar iemand op een menigte inrijdt en mensen om het leven komen. En ik denk aan vandaag of gisteren, wat daar in Utrecht gebeurt. Dat heeft niets te maken met de islam. Dat gisteren zijn heeft niets te maken met de islam. Een extremist zei u in dat Alfa nou? Aan de Rijn, niet door elkaar, een gek in Apeldoorn en een gek in Utrecht. En wat u en ik samen moeten doen... Wat u en ik samen moeten doen, is dan pal gaan staan voor de vrijheid om in Nederland jezelf te kunnen zijn. En zolang je meedoet, dat we mensen beoordelen op hun daden en op wat ze kunnen bijdragen aan de toekomst van Nederland. En niet iedereen over één kam scheren zoals u nu weer doet. De heer Wilders. En het Nederland van D66 is een land waar allemaal die mensen waar u eigenlijk voor zou moeten opkomen, waar uw partij voor is opgericht vroeger, voor de homo's, voor de vrouwen, ja, voor de Wilders, gelijkheid, waar ze een onveilig Nederland krijgen. En dat kunt u toch niet menen? De heer Wilders heeft nu een paar keer homorechten erbij gesleept. En ik word daar altijd onpasselijk van, want u komt alleen maar op voor homorechten als u daarmee moslims kan bashen. Want toen u vorige week in de Eerste Kamer kon stemmen tegen discriminatie van transgenders, was de PVV daartegen. Maar even naar die grote steden. Even naar die grote steden. Want daar had de heer Wilders het net over. In die grote steden, meneer Wilders, wonen Nederlanders. En die hebben soms hun wortels in Nederland en soms hebben ze hun wortels in Turkije of in Marokko. En soms geloven die mensen in een christelijke god, in een islamitische god of zijn ze atheïst. En als ik naar onze grote steden kijk, dan zie ik tegenwoordig Turkse ondernemers die hun best doen om mee te doen. Dan zie ik op universiteiten Marokkaanse meiden die zich hebben verzet tegen wat ze thuis troffen, waarom ze niet mochten gaan studeren, maar nu de eerste generatie zijn die gaan studeren. En die dus hun best doen om mee te komen. En als u hier weer allemaal lelijke woorden staat te spuien over de islam en over moslims, dan zegt u tegen allemaal landgenoten die hier willen meedoen, u zegt tegen hen, u hoort hier niet thuis. Ik zeg tegen die mensen, u hoort hier wel thuis en ik zal er altijd voor vechten dat u kan meedoen. Punt gemaakt, meneer Wilders. Ja, het was tot nu toe een hele beschaafde avond. En wij hebben helaas over deze verschrikkelijke stelling een lelijk debat met elkaar moeten voeren. En ik zeg nogmaals, natuurlijk, extremisten moet je aanpakken. Gevaarlijke mensen moet je opsluiten. We pakken met dit kabinet de massa-immigratie aan met betere Europese samenwerking. We zorgen voor betere integratie met taallessen vanaf dag 1. Meneer Jetten, wat Nederland vandaag nodig heeft, mijn punt is, wat Nederland vandaag nodig heeft, is dat de heer Wilders en ik pal staan voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en tolerantie in ons Nederland. Deed u dat? Dank u wel, allebei. Tot slot.